Rogier, ik wil echt heel graag alles weten over bocouture. Wat is het? Ja, nou, bocouture, ja, ik snap het wel een beetje. Ik denk zo, oh mijn god. Nee, ik wil het echt graag weten. Oké, prima. Nee, bocouture is een soort botox. Er zijn verschillende soorten botox en bocouture is daar één van. Ja. Het is een... het is een, onderscheidt zich toch een beetje op de prijs. Het is gewoon een stuk goedkoper. Oké. En wat ik wel fijn eraan vind, is dat het een... Het is juist weer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld azuluren, werd het wat geconcentreerder. En dat betekent dat het oppervlakte, ja, de oppervlakte van als je het prikje doet, is wat kleiner en is wat geconcentreerder. Dat is één. Tweede voordeel van bocouture is dat het, ja, het is allemaal heel technisch, ik weet het. Maar... Vertel het, nee, ik vind het echt heel, ik snap heel prettig. Het. Met bocouture, daar zitten in de stofjes zit ook nog een ander... Ja, dat heet eiwitje, om het allemaal te stabiliseren. Ja. En dat eiwitje bij bocouture zorgt ervoor dat er niet een soort allergische reactie kan optreden. Dus in sommige gevallen... Oh, dat is wel handig. Ja, in sommige gevallen kan de andere botoxen het lichaam het herkennen. Ja. Bij bocouture zou dat dus niet het geval zijn. Ja. En wat zijn de mogelijkheden? Wat kan je ermee behandelen? Alles wat je doet met botox kan je behandelen. Kan je ook met bocouture behandelen. Dus dat betekent... Expressierimpels, voorhoofdrimpels, kraaienpootjes, in sommige gevallen de kaaklijn, overmatig zweten. Dus dat is allemaal wat mogelijk. Alle rimpels, zeg maar, in het zweten. Oké, duidelijk. En mensen die het gaan gebruiken, het product, wat kunnen die verwachten? Nou, dus in principe dat de rimpeltjes gewoon verminderd zijn. En het effect is ongeveer 3 maanden en dat kan oplopen tot een jaar. Ja. Oké, heel duidelijk. Ik ga hem samenvatten voor jou. Prima. Want bocouture is dus een soort botox die je kan gebruiken. Het voordeel is dat die dus ook wat goedkoper is dan de andere botox producten. Ja. En je kan het dus gebruiken voor alles waar je botox voor kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld de rimpels, maar ook het overmatig zweten. Ja. Heb ik het goed gezegd? Ja, zeker, absoluut. Top.